Dames en heren, wij zijn weer geretourneerd hier op de planeet Narine, waar wij een aantal symbolen hebben hier op de banners, inderdaad. Ja, daar zullen we ongetwijfeld later iets mee moeten. Ja. Future, dat lijkt een beetje op zo'n Pikachu-staart. Oké. Vind je niet? Ja. Ja, dit lijkt een beetje op een vrouw van achteren met een paardenstaart. Vind je niet? Ja. Ja, dit is zo'n toneelkijker. Ja, dat zie ik er wel in. Dit is een appel. Ja. Dit is de maan. Dit is ook een maan. Dit is een 8. Dit is een banaan met een hoofd. Een banaan met een hoofd. Ja. Oké. Dit is, weet ik niet, een Apple logo. Toen bestond Apple nog niet eens. Hè. Oh. Dit is liefde, dit is gewoon yin-yang. Nou, laten we even kijken wat we allemaal kunnen vinden, behalve deze logo's, in deze ruimte. Hier zit een knop. Oh. Wat is dat? Het is... Ik denk dat we daar iets aan moeten zetten. Ik denk ook. En dat die deur opent, denk ik ook. Het is allemaal verbonden met elkaar. Ah. Nu heb ik dit naar links gezet. Kan ik nu dan wel dit ding aanzetten? Nee, dit is het einde. Oké. Wat is dit dan? Het begin. Huh? Ja, ik heb geen idee. Dit gaat naar hier. Ja. En dit gaat naar hier. Ja, maar ja. Maar dit komt natuurlijk van buitenaf. Oké. Nou, hier is niks. Ik ga gewoon daar naar buiten, ja? Ja, doe maar. Dit is een trap. Ja. Ah, we moeten de kijkers een beetje bijhouden, anders... Oh. Wat? Filmpje? Is die man hier? Ja. Die man is hier, die gekke man is hier. Hij heeft geen broek aan. Wiens naam bij vergeten zijn. Hij heeft een jurkjas aan. You're not. Jij bent niet Atrus. Where is he? Wij zijn veel leuker. I have his book. So where is hij? Uit een hamer. Goed acteerwerk ook altijd. I take relation from and he sends you instead. Toch wel mooi, hè? Dan ben je een acteur in een game en dan mag je gewoon zonder broek over een brug lopen. Actually thought this would work. You thought that you could force him into coming here, fixing things. Gaat hij tegen zichzelf praten, terwijl wij voor zijn neus staan, zo onbeleefd. Why would he rewrite Narine? Because of your messages? Because of your paintings? Look at your world. Look at what's left of it. When are you gonna get it through your thick skull that you do not matter to him? Volgens mij is hij een beetje kwaad. Ja, een beetje geagiteerd. We're stuck here, you know. Is dat zo? The linking book back to Chinanan is gone. Left behind when I linked out of Atrus's study. And as for getting in to dat is het boek wat hij heeft laten vallen. Ja. Yeah. This chamber is the only way in. And Atrus installed some kind of shield. And I have never been able to get past it. Maar dat gaan wij natuurlijk doen. Dat gaan wij zeker doen. All these years. So you're just as stuck here as I am. At least until I open this book. And I show Atrus what it's like to watch your face. Ja, maar goed, als wij hier samen vastzitten, dan is er maar één optie. Ja. We moeten vrienden worden. Matties. If you do find a way out of here, I suggest that you think very carefully about using it. Okay. Because one thing I know about linking books, the doors they open don't close behind you. Is dat zo? Oké. Dat is niet wat wij hebben geleerd over linking books in eerdere games.
Inderdaad. Wij hebben geleerd, in een linking book is plaats voor één persoon. Nee, dat is een prison book. Oh, dat is een ander boek. Ja. Oké, okay, nou. Ja, zo'n linking book die valt op de grond als je erin verdwijnt, volgens mij. Ja. Dus die moet je altijd... Ik ga die helemaal omhalen. Achter. Ja. Nou, top. Maar nu maakt het geluid. Dat deed je net niet. Ja, dat zal het wel goed zijn. Daar is een ding beneden. Kijk nog eens achter je. Ja, zo'n bootding. Oké, okay, ja. Ik wist niet of je gezien hebt. Ja. Ja. Oh, daar druk ik hem uit. Kijk, nu stopt het geluid. Dus het moet aan. Nee, oké. Okay, dat klinkt goed. Het geluid is goed, ja. Hier zat die man in. Zullen we eens kijken? Hm? Okay, daar mogen wij niet in. Oké. Okay. Of hebben we... Hey. Hebben we nu iets aangezet? Wat we beneden dan weer kunnen gebruiken? Hebben we dit possibly ding geactiveerd? Ja. Die andere ook? Oh, ik kan er maar één tegelijk activaten. Oh, ja, ja. En nu kan ik die andere aanzetten, denk ik. En dat is dus de vraag. Kunnen die niet aan? Oh, oh. Logo's. Dit is 4 keer hetzelfde logo. Waar ik niks mee kan. En die andere? Het enige wat ik kan is... Je hebt dit gefotografeerd? Mhm. Ik nog niet, maar ik ga dit nu natekenen, want dat kan ik. Mijn telefoon is aan de laden. Ik heb gefotografeerd. Hè? Ik heb een foto. Maar jij kan goed tekenen, dus ik snap dat je dat even wil. Ik ben zo goed te tekenen. Ik heb echt mezelf weer outdone. Ik ben halverwege, ik stop ermee. Ik vertrouw volledig op jouw foto. Als je mij jouw foto appt, heb ik hem de volgende keer. Ja. Dan doe ik dat ook even aan deze kant. Want daar hebben we net niet in gekeken. Maar hij kan dus niet omhoog als jij die hendel omzet? Of is dat jouw theorie gewoon? Hoe doe je? Dat is mijn theorie. Kijk. Ja, oké. Okay. Mijn theorieën zijn doorgaans wel accuraat. Ja, dat klopt. Echt niks. Oh, hier zit stroming. Kijk. Ja. Ah, we moeten plaatjes maken. Denk ik. Maar wat is die laatste dan ten opzichte van... Je moet naar het midden. Maar we hebben daar informatie voor nodig. Dat lijkt me ook. Tenzij... Maar hier kan je die dingen mee maken. Dit kunnen we maken. Nee, dat kunnen we niet maken. Ja, dat kunnen we maken. Kijk. Kunnen we dat ook maken? Ik denk het wel. Nou, dit wordt wel lastig hoor. Want wat is dan 1, wat is 2, wat is 3? Ja. Kijk, want dit kunnen we... Ja, dit kunnen we maken. Ik kan hem niet erop leggen. Want als ik hier begin... Nee, die moet dan links, anders past het niet. Ja. Maar hij begint linksonder, dus dan... Ja, dan connect hij niet. Dan is het die niet. Deze. Misschien is er... Ja, ja. Ja, deze begint linksonder. Ja. Maar hoe begint hij dan? Hij moet hier onderin zitten. Is dit dan die C? Die L zit daarvoor. Dit is dan een L. Oh, dan moet ik hem overdwars kijken misschien. Dat kan. Dan zou die zo kunnen zijn. Dan is dit een C. Ja. Nee, dat klopt ook niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat is zo'n kleintje. Ja. Die start kan ik dan niet plaatsen. Deze begint bovenin. Mhm. Dat klopt dan ook niet. Die zou in 2 uit 1 moeten gaan.
Kijk, want hier, als ik hier dit ding maak, die appel. Ja. Dan gaat hij zo eroverheen. Dan gaat hij zo eroverheen. Ja. En dan zit daar nog een rondje. Ja. Dit? Mhm. Ja. Maar dan sluit hij daarboven niet aan. Ja, of je moet hem gekanteld maken. Je kan snap dit je? Niet... Ik bedoel letterlijk dit, maar dan gekanteld. Een kwartslag naar rechts. Ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Maar de vraag is waarom? En waarom dan weer deze drie, terwijl we letterlijk een hele muur vol met symbolen hebben? Misschien moeten we daar dan nu iets mee. Ik bedoel, dit, ik denk dat je moet uitvogelen welke... Dat denk ik ook. Zijn er nog meer ruimtes waar we naartoe kunnen? Volgens mij niet. We hebben die vlaggen. Hier komen we uit, toch? Mm-hmm. Maar we zijn hier gespand. We zijn nergens uitgekomen. Mm-hmm. Nee, we hebben die symbolen. Deze deur kunnen we niet in. Er zit die boot. Mm-hmm. Maar die laatste... Daar kun je er maar één op maken. Of kun je die niet veranderen? Deze. Nee, hier kan ik niks mee. Oké, en... Ik denk dat we links iets moeten maken en dat hij dat dan op rechts projecteert. Ja, makes sense. Oké. En hier en boven, buiten konden we verder ook niks doen. Dat was wat ik naar ging kijken. Dat rare pijpsysteem links. Het rare pijpsysteem? Ja. Ik kan daar niet op klikken op dit pijpsysteem. Nee. Nee, dat kom ik bijna niet op. Lijkt. Ja, het is bijzonder. Ik kan daar ook niet naartoe lopen. Ik kan alleen hier naar het huis lopen. Nee. Waar we niet mee kunnen, omdat die deur op slot zit. Dus dan is de enige aanknopingspunten die we hebben, zijn die drie logo's. En al die woorden. Kunnen we al die woorden nog vinden in zijn boek misschien? Maar hebben we überhaupt nu bij die logo's al gevonden wat die drie papiertjes betekenen? Die wij hebben? Hebben we ze alle drie gevonden? Want je hebt die nature zit in dat ene symbool. Change zit daarin. Ja. Dit is change. En daaraan vast zit... Die, ik zie hem. Naast... Force. Ik kan niet lezen wat er staat. Force. Ja, dat is te klein voor mij. Dit is change force. Ja. Van links naar rechts. Ja. Change force. Deze is... Wacht, er is nog meer hier rechts, hè? Oh ja. Ik kan mijn inventory niet zien als ik hier sta. Waarom niet? Oh, hier weer wel. Huh? Bijzonder. Ik kan hier mijn inventory niet zien. Nee, inderdaad gek. En hier wel, maar niet als ik naar die vlaggen kijk. Nee, dat komt er dan. De subtitles. Staan in dezelfde balk als je inventory. Ja, maar hier zie ik ze niet. Nee, dat snap ik. Kan ik niet vanaf nog verder daar dan? Ja. Ik heb een foto. Ja, maar het is inderdaad zo'n gek dingetje. Deze is het. Motion. Ja. Motion en... Motion en... Nee. Intelligence? Nee. Ik... Nee. Er zit wel een bolletje. Iets van een bolletje in, ja. Growth? Nee.
Psychon. Nee. Motion en een die we missen. Misschien... Oké. Okay. Lijkt het. Ja, ik zie niet... Hier rechtsonder. LC staat er. LC. Ja. Is het niet een gedraaide? Die future lijkt wel LC. Ja, die is het. Die is het. Die is het 100%, ja. Dus, okay, motion fusion. Future. Wat zei ik? Fusion, zei jij. Ja. Motion. Mijn hoofd dacht van alles wat er uit mijn mond kwam. Dat was heel raar. En die laatste is dan nature, hadden we al gezien. Mm-hmm. En de een of andere hap deze. Encounter, encourage. Ja. Nature, encourage. Oké. Okay. Maar goed, misschien moeten we dan alsnog die 6 gebruiken om een paadje te maken? Dat denk ik. Dat moeten we doen aan deze kant, want aan die andere kunnen we niet tekenen. Ja. Deze begint middenboven ook. Mhm. Zit dat streepje wat hier middenboven zit op dat blaadje? Zit dat ook bij die motion? Ja. Yeah. Ja. Okay. Yeah. Oké. Okay. Want ik wil hem aansluiten daarboven, maar dat mm-hmm. krijg ik niet voor elkaar. We moeten 3 dingen maken die naar het midden gaan. Mm-hmm. En dat, ja, 3 dingen, dit zijn 3 dingen. Ja, het zijn 3 dingen, maar het zijn 6 losse betekenissen. Ja, precies, maar we moeten 3 draden in het midden krijgen. Kijk, dit zijn 3 draden die hier uiteenlopen. Ja. En alles loopt van de ene kant naar de andere kant. Mhm. Ook in een rechtdoorlijn. Mhm. Ik kan niet hier zo random dit zo laten doorlopen, of wel? Nee. Maar als ik deze vorm nou overdwars maak, wat jij zei. Ja. Dan krijg ik dit met daarin die appel. Zo, toch? Ja. Met een slinger naar rechts. Met daaronder deze. Dit. Ja. Mis ik dan iets? Ja, dat misschien dat takje. Is dat een ding? Ik weet wat je bedoelt, maar ik kan geen takje aanklikken. Nee. Jawel. Waar dan? Ja, dat lijkt er niet echt op. Ja, toch zijn deze tekeningen minder duidelijk dan die dingen die op de muur hangen, hoor. Ja, wel goed. Ze zien er hetzelfde uit. Nee, maar als in... Er zitten 2 takjes in. Ja, ik denk dat die het alle 2 aan moeten. Oké, okay, maar in dit bord zitten geen 2 takjes. Nee, maar er zitten nog wel 2 onderkantjes van bolletjes die je daar op die plekken hebt zitten. Ik weet niet wat je bedoelt. Ja, ik kan het niet aanwijzen, dat kan je niet zien. Op die plek, op de tekening, kun je wel iets aanzetten. Alleen dan lijkt het niet, omdat het dan een beetje de andere kant op staat. Dan moet ik of dit, een van deze 2. Ja, die, die. Ja, maar die staan ook krom. Ja, tenzij dit zo'n dingetje mm-hmm. is. Maar hier zit geen dingetje in. Nee, oké. Okay. Hier zitten ook 2 dingetjes in. Ja. Want hoe zitten die qua plaatsing?
Ze zitten ook allemaal... Kijk, dit lijkt echt op die L van LC. Een korte L. Dit zijn allemaal lange dingen. Ja. Als we nou daar dan die LC eens proberen te maken. Ja, is goed. L. Met aansluitend. C. Deze is krom. Maar dat kan niet. Een grote C maken. Dan kan het nog niet, want hij loopt dan de andere kant op. Oh ja. Tenzij dit de L is. Ja. Ja. Maar dan... Ja. L, C. Maar die C is net zo hoog als de L, dus dat... Ja, nee. Kan niet. Je hebt hetzelfde probleem, dan moet je ook de andere kant op. Als we stellen als dit een startpunt is, dat kan ook niet. Startpunt. En die, want er is een reden dat we de betekenissen leren. Waarom leren we dat? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dit is een lange L, misschien. Ja, we komen daar dan niet uit. Lange L, gelijk met een lange C. En dan staat hij bijvoorbeeld als scheef. En die staat überhaupt de andere kant op. Die gaat dan omhoog. Zo kan ik ook nog een C maken. Met twee kleine en één grote. Mm-hmm. En dan staat deze scheef. Is dat bij deze ook? Hoe deed ik dat? Zo. Zo. Mhm. Oh, die gaat daar dan omheen. Dat komt ook niet uit. Nee. Dit lijkt wel op die LC. Maar daarna gaat hij recht omhoog. Het zou ook niet het puntje van de L moeten zijn, maar de bovenkant van de L die tegenover de overkant staat. En dat is bij geen van deze plaatjes. Ik kan ook niet die zijkant verdraaien. Nee. Heb ik hier nog... Nee, als ik wegloop, dan gaat hij gelijk weer de grond in. Je dacht, misschien is er nog een andere knop waar ik aan kan zitten. Die lijkt er niet te zijn. Nee. En we moeten inderdaad iets met die vormen. Ja. Kunnen we een volgorde maken omdat we de betekenissen weten? Op welke manier een volgorde? Ja, weet ik niet. Alfabetische volgorde? Misschien. Ja, dat kan. Dan krijgen we change and courage.
Force Future. Motion Nature. Even kijken wat het, wat is. Mijn beste tekening tot nu toe. Echt. Mijn beste tekening tot nu toe. Ik denk, omdat we hier en leren dat die symbolen losstaan van elkaar. Dat we op een of andere manier ze ook los moeten gebruiken. Dat denk ik. Ja, dat kan. Dat kan. Ik denk wel eens dingen. Force heb ik al nagetekend. Change. Ik teken ze even allemaal na, want ik heb mijn telefoon niet meer aan. Mm-hmm. Deze hebben we ook allemaal niet gebruikt. Future hebben we wel. Mm-hmm. Die gekke duivelstaart. Daar lijkt het op, een duivelstaart. En dan heb ik nog Encourage nog niet nagetekend. Een bolletje in de bovenhoek. Een grote ring. Zo. En dan moet ik alleen nog motion. Zit daar. Mm-hmm. Deze zien er inderdaad wel anders uit dan op de grote tekening, lijkt het. Ja, omdat die kleine stukjes zijn groter en duidelijker hier. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Eens kijken of het dan ook beter uitkomt op de tekening. Want maakt het begin dan nog wat uit? Ik denk dat het in verbinding moet staan met elkaar. Als in dat lijntje moet raken. Dus het moet of daar of daaronder beginnen, maar. We moeten sowieso hier dan verbinding mee maken. En dat zou dan kunnen zijn, bijvoorbeeld. Dit is er één. Mm. En die zouden we dan kunnen verbinden met. Deze. Mm-hmm. En die zouden we dan kunnen verbinden met. Ja, dan moeten we er sowieso. We moeten er sowieso drie met elkaar verbinden. Om een volledig ding te maken. Ja. Die zouden we dan kunnen verbinden met. En dan bijvoorbeeld met Nature. Je vergeet één dingetje bij de appeltje. Is dat zo? Ja, toch? Ja, één zijkantje van de appeltje heb je niet aangeklikt. Bovenin. Ik heb geen appeltje gemaakt. Hè? Huh? Ik ga nu op mijn foto kijken. Dit is. Nee, ja. Dat appeltje is change. Ik heb nature gemaakt. Je bent. Nature is wat anders.
Oké. Dat is ook de enige waar ik geen foto van heb, oké. Oké. Want als ik deze maak, dat kan ook, maar dan moet hij de andere kant op. Oh, ja. Appeltje, die gaat dan, ja, dat kan wel zo. Die buitenste ring connect ze met elkaar, dus zou je zeggen... Maar wat we moeten vinden is waarom... Ik heb een ingeving. In dat boek stonden, in het eerste boek wat je mee hebt gekregen, stonden bepaalde zinnen gehighlight. Is dat zo? Ja, 100%. Hier, future energy motion. Force future motion. Oh, Murphy, lekker. Sorry. Gaat goed? Ja, laat mij. Maar, energy... Maakt niet uit, er zijn nog meer. Ja, dan begin ik even vooraan. Wacht. Hier staat niks. Nee. Nee, het valt echt op. Want dat viel me de eerste keer op, namelijk. Oké, het valt me niet bijzonder op. Maar als jou bijzonder... Ja, het valt me nu op, nu jij het zegt. Ik geef anders zitten, want ik ben excited. Energy powers future motion. Oké. Nature encourages. Oh, nature. Ik ben echt blij. Encourages mutual dependence. Maar jij hebt onthouden dat deze vetgedrukte woorden in dit boek stonden. Ja. Respect. Ik heb dat niet onthouden. Ja. Dynamic forces per change. Dynamic forces spur change. Oké. Balanced systems. Ja. Maar we hebben nu 4 zinscombinaties. Ja, maakt niet uit. Ergens in hier. Ik ga letterlijk vertalen. Stimulate. Civilizations. Oké. Dat is het. Dus er zijn er 4. Er zijn er 4. Maar hoeveel halen we eruit? Maar we maken er dan hier 3 en op dat andere bord de 4e, denk ik. Possibly, maar zijn al die woorden een teken? Daar gaan we nu achter komen. En energy. Nee. Powers? Wat? Oké. Nee, power wel. Ja. Yeah. Powers. Maak je een foto? Ja. Yeah. Energy. Maar wacht. Ik doe het ook wel. Oké. Okay. Ik maak geen foto, ik moet tekenen. Power future hebben we sowieso energy hier. Ja, zie je wel. Ja, lekker. Energy, powers, future, future. Mm-hmm.
Future motion. Ja. Motion. Oké. Okay. Ik wil daarmee beginnen, hoor. Kijken of het iets doet. Oké. Okay. Want ik kan er wel wat van maken. Energy. Doen we in dit blokje. Powers, future, motion. Kan dat? I think so. Ja, dat kan. Hoe is energy? Energy. Mm-hmm. Powers. Nee, die niet. Zo. Powers. Mm-hmm. Future. Zo. Mm-hmm. Motion. Deze, denk het. Ja. Ja. Een kleine. Deze gaat zo. Ja. 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 Ja, 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 ja. Zo. Ja. Maar dan is het misschien niet die plek. Want dit is de laatste, dit is de uitgang. Het zijn drie uitgangen, het is niet de uitgang. Ze gaan alle drie naar het midden. Dat is waar, ja. Maar dan weten we nog, misschien is het wel energy, powers, future, motion. Het kan alle kanten op zijn ook nog eventueel. Ja. Maar dan moeten we misschien gewoon inderdaad even kijken nog naar welke het eerste in... Ja, nee, dat was de eerste in het boek, toch? Plaats op het bord. Ja. Energy in blok 1. Ja, dat wordt nu die wijze van power blok 3. Energy. Future. Er zijn vijf bannerblokken. Hmm. Nou, maar dat is vreemd. Hoe weten we dan wat is? Hmm. En hoe weten we of iets goed is of niet? Dat weten we niet. Dit kan natuurlijk van alles zijn. Alles is... Oh, wacht. Ja, dit is hier verbonden. Nee, het klopt. Het is alleen inderdaad, je weet de volgorde niet. Nee. Is er iets... Misschien moeten we dat stukje tekst rondom die woorden even een beetje lezen. Ja, dat is een andere. Oh ja, die energy pakken. Ja. Dat is ook de eerste die in het boek stond. Mhm. Ja, energy is underlying fuel. Energy source in the world. Gravitominate in the life. Energy is underlying fuel. Dat zou dan onderliggend kunnen zijn. Mm-hmm. Maar powers, future and motion... Nou ja, we kunnen met energy onderop beginnen. Dus de underlying fuel. Die kunnen we onderop doen, energy. Mhm. Dat is die bovenste, moet dan hier.
Zo. En dan maken we hier die andere van. En... Hup. 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 Dat klopt niet. Dus een grote... Die gaat... Zo. 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 Ik zou het niet weten. Het is verkeerde boek. Kijk of er bij die andere wel iets omheen staat hier. Make nature the foundation of this new age. Ja, precies. Ze zijn wel. Nature encourage mutual dependence. Maar dat blijkt niet uit wat op welke plaats zou moeten staan. Nee. Dan komt hier die volgende. Dynamic forces per change. Ja, hier zit wel iets in. Zat er niet in dit boek ook nog iets daarover? Inderdaad, dat wou ik ook vragen. Laten we vooraan beginnen. We hebben namelijk ook die rare bladzijdentekentjes nog niet gebruikt. Zouden ook nog weer verwijzingen kunnen zijn. Ja. Nee, hier staat. Nee. Hier staan die woorden niet in. Nee. Nee. Saavedro heet hij. Ja. Yeah. Hier staat encourage. Ja. Ja, het lijkt er niet op dat dit relevant is. Nee, want hij zegt ook zelf dat het hem nog niet gelukt is. Nee, precies. Zijn die data dan nog belangrijk die ervoor staan? Ja, dat wil ik ook zeggen, maar ik weet het niet. Dit is de eerste, Energy Powers Future Motion, is de eerste. Ja. 63, 93, 65. I may have found my anchor. Hier staat strength, transformed, transformed, strong.
Energy in an age takes on diverse forms. Each one has strengths and weaknesses. Energy powers future motion. Ja. Misschien, ja, ik... Nou, als ik zeg, dit is energy... Mm-hmm. Dan is het einde van dit tekentje hier rechts. Als we hem dan zo afgaan. Energy, hij eindigt hier. Maken we hier powers. Maar die bovenste is motion, toch? Nee, die bovenste hebben we net... Ja, je hebt gelijk. Energy. Zo wel. Zo. Yeah. Is energy. Toch? Ja, ik weet niet of ik die goed op de foto heb. Nee, die moet weg. Ja, inderdaad. Die moet weg. Die moet aan. Dit is energy. Dan kan je power inderdaad onder maken. Energy eindigt hier. Ja. Power komt dan hier. Daar. Nee. Die andere, ja. Zo. Ja. Powers. Nee, dan kom je al niet meer uit. Ah. Als ik hier doe. Mm-hmm. Energy. Powers. Dat is gewoon 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Future. Motion. Dat sluit hij niet aan. Even kijken, dan krijgen we die. Dan krijgen we die. Nee, die korte. Wel deze. Ja, en dan het losse streepje nog. Die. Ja. Maar dit doet niks. Er moet een logische volgorde in zitten. Op enige wijze. Als we nou naar die andere kant toe gaan, is dan dit ingevoerd op die bovenste? Moeten we dat zo zien? Nee. Nee. Energy, powers, future, motion. Meer kunnen we hier ook niet. Maar ik denk op zich dat er wel wat in zit dat ze elkaar moeten raken. Dus dat je ermee iets moet maken wat... Ja, we kunnen ook verder niet op die banners klikken. Hij zei ook, energy is de basis voor alles. Zou die dan onder moeten zitten als de basis voor alles is? Mm-hmm. Zit daar nog wat in? Niks. We hebben er twee onder. Ja, of dat je dus onderin begint en dan dus daar met energy moet beginnen. Is hier een shortcut voor dat je dit kunt skippen? Nee. Nee? Jammer. Nou, beginnen we hier met de energy. Ja. Dit is energy. Mhm. Maar ja, waar zet dan een power neer? Hier? Ja, als het elkaar maar raakt, denk ik. Ja. Powers. Future. Motion. Mm-hmm.
Hm. Ja. Ja, zeg maar. Ik vind dat wij het gewoon goed hebben nu. Hoe komen we erachter wat de logische volgorde is? We weten de woorden. We hebben de symbolen. Maar hoe weten we wat boven of onder moet? Dat is de vraag die we onszelf nu moeten stellen. Die dingen kunnen niet aanzitten. Dit is stroom erop zetten, ja of nee? Dat is die uitzet. Kunnen die dingen niet open? Nee. Dus dit moet gewoon aan. Ja. Ik voel me een beetje opgelicht. Ja, het is wel weer ver gezocht dit hoor. Kunnen we hier door dat glas iets zien? Ja, daar zit die boot. Mm-hmm. Ja, daar gaan we in als we het goed hebben, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Energy powers future motion. Kunnen we een andere proberen? Dan moet ik die even tekenen. Wacht, ik pak mijn telefoon en ga ook foto's maken van die dingen. Ja, ik wil eigenlijk ook even van elke banner op. Ja. Hij is toch opgeladen. Sowieso. Oké. Okay. Right. Kunnen we ook een ander proberen? Nature. Die eerste volgens mij. Oh ja, we konden nog naar links. Ja. Nature. Encourages. Hierzo. Nature. Encourages. Mutual. Mutual dependence. Die wil je proberen? Mm-hmm. Ja, hoe weten we wat we neerzetten op welke plaats? Ja, dat weten we dus niet. Ja, maar dat is bullshit. We moeten dat weten. Ja, op basis van wat? Daar moeten we ergens achter komen. Ja. Maar we hebben alleen de tekeningen die we al hadden, die dus voor andere dingen staan. Het boek. En ons hoofd. Ja. En ons hoofd. En ons hoofd. Ja, wat moet waar? Is er niet een combinatie van deze drie symbolen te maken? Ik denk niet dat ik snap wat je bedoelt. Als in op één zo'n bord alle drie die dingen maken, kan dat? Ongetwijfeld.
Maar waarom willen we dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat kan ook niet. Want deze zou al helemaal van links naar rechts lopen, die eerste. Ja. Ja. Energy powers future motion. Energy. Ja, ik heb random idee. Mm. We hebben dit gedaan. Energy is 1. 2, 3, 4. Mm-hmm. We kunnen nog proberen om gewoon dit te doen en dan met de klok mee. 1, 2, 3, 4. Of andersom mm-hmm. tegen de klok in. Aangezien mm-hmm. het over age gaat en time. Mm-hmm. Is dat een idee? Mm-hmm. Dus dan beginnen we alsnog wel met energy bovenaan op 1. Dan zeggen we, we gaan met de klok mee. Energy. Powers. Dat was die... Die toneel kijken. Ja. Energy. Powers. Zo. Future. Mm-hmm. Met de klok mee is dat dit. Dit. Dan die LC. Mm-hmm. Energy. Powers. Future. Motion. Dat is die gekke vis. Gekke vis. Ja. Grote, die zit niet dicht. Dit. Mm-hmm. Dat is ook niks. Hmm. Hmm. Wat hadden we nog meer gemaakt? Net. Ik moet toch wat proberen. Wat hebben we net, die woorden? Ik wil eerst alles uitzetten. Ik heb foto's gemaakt. Jij ook, mm-hmm. hè? Mhm. Nou, waar begonnen we mee? Nature. Ja. Encourage. Nature, wacht even. Mm-hmm. Zo. Mm-hmm. Ik heb een foto van Marianne op de grond ligt. Nature. Encourages. Is dit? Ja. Mutual. Is een achtje met dit. Het lijkt wel aan te sluiten. Zo? Ja. Yeah. En dan? Dependence. Oh, is? Oh. Er gebeurt iets. Dit was echt even nodig, dit. Nature. Oh, maar dan is het toch clockwise. 1, 2, 3, 4. Ja. Nee. Ja, maar dan is dus gewoon de plek anders. Welke in het boek was dit? De tweede? Nature. Dit was de tweede. Zou dit dan de eerste zijn? Maybe. Of, dat weten we niet. Maar dan moet deze combinatie daar komen te staan. Ja. Ja. Ja, laten we maar proberen. Maar we hadden wel iets goed. Ja. Energy. Dat is eronder.
dan, denk ik. Wat, waar die begint moet dan, hij? Nee, boven beginnen. We hebben 1, 2, 3, 4 clockwise geteld. Ja, oké. Okay. Ja, maar nu eindigt hij... ja. Nee, maar dat was hier ook. We zijn boven bij Nature. Dat was daar ook. Je hebt gelijk. Ja. Ik wil maar wat. Energy. Hup, hup, hup. Hup, hup. Hup, hup, hup. Energy. Mm-hmm. Powers. Hup, hup. Hup, hup. 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 Ja. Usual. Future, sorry. Ja. Hup, hup, hup. Hup. En dan LC. Mm-hmm. En dan motion. Die gekke vis. Gekke vis. Lang, lang, kort. Kort, kort, lang. Druppeltje. Oh! Oh, oh oké. Okay. Dat is de volgende. Dynamic. Dynamic. Oh mijn god, we komen hier daadwerkelijk uit door random dingen te proberen. Ja, mooi toch. Dynamic. Foto. Plop. Dynamic. Forces. Forces. Force. Dynamic. Forces. Spur, heb ik gezien. Hier. Spur. Ja. Change. Maar deze ingeving, dat dit in het boek stond en dat jij het onthouden hebt, is echt de ingeving van de dag. Ja, yeah, I know. Change. Ik heb daar ook gisteren nog aan gedacht, van waarom zouden die woorden dik gedrukt zijn in dat eerste boek? Als je dat niet had gezegd, had ik het niet gezien, ook al had ik 20 keer dat boek doorgelezen. Maar sinds Mist ben ik opeens een vrouw die geïnteresseerd is in lore, dus kijk ik dacht in boeken. dynamic. Groot. 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 Klein, klein. Klein, klein. Dit is dynamic. Mm-hmm. Forces. Half rondje. Groot rondje. Oh, groot, klein. Forces. Toch? Ik heb een andere foto overstaan. Oké, okay. Spur. Ja. Rondje met ding erin. Maantje. Met pootje. Ja. Change. Appeltje. Grote appeltje. Hmm. Met appeltje. Oh, lekker toe. Kapot, mooi. En moeten we nou ook nog die vier invoeren, maar, denk je? Dat weet ik niet. Kijken? Ik ga eerst kijken wat hier is. Oh, hier is een route naar buiten. Ik ga even kijken als ik dit omzet, of dit dan weer dicht gaat. Ja, dat is goed. Ja, het klinkt alsof dat weer dicht gaat. Zo klinkt het inderdaad. Maar kunnen we daar nu wat zien bij die andere? Dit is dicht. Ja, kunnen we wat zien? We hebben er nog eentje over, inderdaad. Ja. Ja! Daar staat stroom op. Oh. En dat is dan de volgende. Balanced. Balanced. Dat is een blind. Oh, dat was die yin-yang. Toch? Hallo? Balanced. Ja. Hallo? Hoi. Balanced. Ik ben blind. En wij gek. Balance. Slaat hij niet op? Nee. Oh, muziek. Misschien moeten we die vinden? Door die deur. Die andere lopen. Woorden hebben we wel? Systems. Nee, die hebben we ook niet. Nee, die moeten we gaan vinden. Nee, ja. Oké. Okay.
Stimulates civilizations. Nee, oké. Okay. Die hebben we allemaal niet. Civilization en wie? Oh, oké. Okay. Oké, okay, dat is de enige die we hebben, Civilization. Vinden. En de andere moeten we gaan vinden. Oké, okay. Oké. Okay. Is goed. Dan nou, gaan we deze hendel omhalen. Dan gaat en dan shit doen we dit timestampje. Murphy leest boeken. En dan doen wij het einde van deze video voor vandaag. Ja. Want, ja, we gaan deze video dan maar noemen de banner puzzle. En dan gaan we in het volgende deel hier naar buiten. Naar deze blauwe steen die er omineus uitziet. Oh. Ja, dus ik zou zeggen, dames en heren, bedankt voor het kijken naar dit deel. En de volgende keer gaan we verder. Mm-hmm. Lekker, man. Tot de volgende keer. Doei, doei. Doei. Wat zei je? Ik zei doei. Oké, doei.